Laura Peters, 21 jaar, centraal verdedigend middenvelder, Juventus. Ik heb in mijn jeugd altijd bij minder goede ploegen gespeeld. Daarna ben ik op redelijk jonge leeftijd naar Club Brugge vertrokken. Daar heb ik 3 seizoenen gespeeld. Daarna is het niet verlopen zoals ik het wou. Ben ik naar het buitenland vertrokken. Toch een speciale keuze, maar ik voel me er wel goed bij. En dan ben ik een seizoentje naar Sampdoria gegaan. Voornamelijk bij de Primavera, dat is het tweede team. En dan eigenlijk na een half jaar ben ik gekocht geweest door Juventus. En dan ben ik nu zo op dit moment bij Juventus. Nieuw land, nieuwe taal, een nieuwe manier van voetballen, maar momenteel loont het wel. Dus het is moeilijk om te zeggen van was dat een slechte keuze, ja of nee. Je weet niet of als je in België was gebleven of dat het ook zo gelopen was. Dus het is een moeilijke vraag, maar ik denk dat het wel een goede keuze was. Ja. Een kleedkamer vol met sterren, maar hij valt zeker en vast wel op. En ik heb al een paar keer contact met hem gehad. Hij is iemand die ook wel de jongeren helpt, die tips geeft en zo. Dus op dat vlak heb ik toch wel een paar keer met hem gesproken, zodat hij tips kan geven wat beter kan. En ik denk dat hij wel een van de vele spelers die heel veel ervaring heeft. Hè. Iedereen heeft een beetje zijn ontwikkeling. Mijn periode dat ik er niet bij was, ook een beetje aanpassen omdat ik naar het buitenland vertrok en zo. En, dat heeft zijn tijd nodig. Maar nu dat ik terug ben, na een lange periode, kan ik al die ervaring nu gebruiken om hier terug aan te sluiten. Dat is zeker en vast een goed gevoel. Terug de jongens van vroeger zien. En het is altijd een eer om terug voor de nationale ploeg te spelen. Hè. Ik geniet er wel elke keer van als ik erbij ben. Reizen, tegen heel goede tegenstanders spelen. En, het is een heel grote eer. En, er zijn heel veel jongens die daarvan dromen. En dat dat voor ons dan gebeurt, is dat heel mooi. Hè. Ik denk als we momenteel kijken naar onze lichting nu, op mijn positie, denk dat ik een goed voorbeeld heb. Ik heb Axel Witsel die daar momenteel speelt. Dat is een speler die in een topploeg speelt, die op nationaal niveau ook heel bekend is en ook zijn waarden heeft laten zien. Dus ik denk dat ik niet ver moet zoeken en gewoon naar Witsel kijken. Dus.